channel op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dim de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Zeker niet vergeten hier op die abonneerknop te drukken. Abonneren, abonneren, abonneren. Dat we zeker richting de 2000 kunnen gaan. Bij deze. Ik heb hier wat al zitten op te ruimen op mijn appartement. Als morgens vroeg, ja. Mijn vlog heb ik al zitten, ga ik nu uploaden. Voilà. Dan is dat ook al gedaan. En dan ga ik stukjes van vertrekken richting werk. Maar ook nog eerst mijn tandjes poetsen. En dan opzetrekens richting mijn werk vertrekken. Toppie! Zo, tot mensen, zelfs. Ik ben nu richting Beerhard thuis aan het rijden. Voor haar terug naar huis te brengen. Ik ben ontzettend moe. Want ik heb heel hard gewerkt in BWL. Maar ik ga nog sowieso nog één ding iets zeggen. Dankjewel. Mama en papa weer al voor het klaarmaken van het eten. En ik heb de laatste tijd ook redelijk warm. En dit maar 20 graden, 19 uur 24. Wat heb ik dus vandaag gedaan in BWL in Sint-Truiden? Ik heb dus gewerkt voor bedrijf X. Dus waar je de naam dus niet mag zeggen. Waarvan, ja, ik heb dus al reclamaties erover gehad. Dat het zo wat bedrijfsspionage is, maar ik denk het toch niet voor. Ik zeg gewoon wat ik heb gedaan in mijn leven. En dan ja. Dus ja, wat heb ik dan gedaan in, voor bedrijf X-Wel in BWL Sint-Truiden? Dat is kleren sorteren op kapstokken. Dus bijvoorbeeld maat 92 bij maat 92. Maat 164 bij 164 ga je. Enzovoort enzovoort. En dan nog de baby, de babykleren, de C, de D, de P en de K. Dat waren de jonge kleren dan. Die moesten dan ook weer al apart gelegd worden. Maar ik zeg het u, op het laatste van de werkdagen ging het echt niet meer. Echt niet. Ik ben echt dood op. Ik heb zelfs nog een livestream opstaan. Waar ik verdomd jammer genoeg niet naar opkijk. Ja, sorry als ik het zo zeg. Ik ben gewoon moe. Dan gaan jullie misschien ook wel merken op de livestream dat het niet zo'n echte lange livestream gaat zijn. Maar dat er wel een livestream gaat zijn van misschien maar een half uur. Maar echt langer niet, want de vermoeidheid slaat echt ook toe en ik wil ook geen tegenaan een burn-out lopen. Mijn spraakgebrek begint ook al wat op achteruit te gaan. Dus ik ben echt ontzettend moe. Waar hebben mijn ouders ook klaargemaakt voor mij? Lekkere spinazie puree met appelmoes en chipilata. Lekker. Bij deze, is het niet zo echt een extreme lange vlog. Als ik terug ga richting mijn thuis, kan ik wel nog een timeslapje maken, ja. En dat zal wel dan de afsluiter zijn ook van de vlog. Dus wat ga ik zelfs nog allemaal doen? Ik ga zelfs nog naar Enzo Knol kijken, naar mijn livestream doen. En dan is het toch richting tijd om naar Dromeland te gaan. Ik denk dat ik echt in Dromeland al ben tegen een uur of 10, half elf misschien de laatste, want ik ben echt op. Dus mensen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte van het. Oh, zit ik al verkeerd erin.
is er ook. Zie, dus mijn gedachten zijn er ook al niet meer bij, schat. Dat merk ik. Amai. Mijn schatje is ook wel vermoeid. Daarbij. Dat zij niet zoveel spreekt momenteel in de vlog. Want ze is echt moe. Hè, schat? Ja. Voilà. Bij deze een bevestiging. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. Een kleine fragmentje, sorry. Maar het moet niet altijd super lang zijn. Dus nog zelfs nog een livestream. Dus dan hebben jullie wel genoeg beeldmateriaal gehad. Vind ik toch. Dus tot morgen.